Yeah. Godverdomme! Wat een pik! Wie zijn dat dan weer? Dit zijn Brinkley Zwart, volgens mij schijmer. Godverdomme, dat is geen normale zin hoor. Zo! Au! Heren, zou u nou niet eens een keer beginnen? Leve de koningin! Dat lucht toch? Ik werd even niet lekker. Waar is mijn toespraak? Ja, hou nou eens even op! Dit is een muziekprogramma! Eva, zet op die plaat! Wat het ook zijn mogen! Wij slaan er ons wel doorheen! Reeds! Jawel, meneer Van Oegel. Zo. Feestdagen reeds. Ja, hoor. Waar ben ik? Hoe laat is het? Daar komt de gongslag. Reeds. Wap. Dames en heren, jongelui, kijkers en kijksters. Ik voel mij geroepen om namens de VPRO
en aan de VPRO en de heer Kleiweg excuus aan te bieden voor de gang van zaken op deze kerstavond. Terwijl de VPRO in financieel in de rand van de afgrond zit, dat vertelde de heer Jan Blokker mij onlangs, is hier per ongeluk voor tonnen schade aangericht. Woorden van spijt schieten mij tekort als ik u zeg... Sorry, het Evert. We moeten verder met ons programma. Start de tune. Reeds. Verhiep, ik moet nog een kerstnachtdienst leiden, zo duidelijk. Kerst anno 1974. Het lag in de bedoeling dat er een speciale Van Oekels discohoek zou plaatsgrijpen op de aanstaande oudejaarsavond. Ik mag hopen dat dit na de gebeurtenissen van vandaag doorgang zal kunnen vinden. Als u dat ook vindt, laat dat dan blijken. Stuur een kaartje, een briefkaartje met uw medeleven naar de VPRO, postbus 11, te Hilversum. Misschien helpt het, en anders ben ik mijn baantje kwijt. Ik ben niet goed geworden. Gehaakte pennensprei eens. Hoe moet het nou, Evert van der Pik? 1395 in de winkel reed.